Ik heb een heel leuk boek over allerlei manieren om je eigen boek te maken, te vouwen, te knippen, in elkaar te naaien, te plakken. Nou, er zijn echt heel veel verschillende ideeën in. En vandaag wil ik jullie laten zien hoe je heel simpel van één vel papier je eigen boekje kunt vouwen. Dan begin je dus met een velletje dubbel te vouwen. Dat vouw je dan nog eens dubbel. Daarna vouw je hem weer open en vouw je iedere kant naar elkaar toe. Vervolgens knip je de gevouwen kant een stukje in, dus niet de open kant. Dat is wel een cruciaal verschil. Dan is het een beetje prutsen om die stukken uit elkaar te halen en je boekje open te vouwen. En wat je dan krijgt is een boekje met een aantal pagina's waar je iets mee kunt doen. Ik zet een foto hiervan nog even onder dit filmpje neer. Maar ik heb dat boek alvast gemaakt van een heel groot stuk papier en daarom is het lastig om het hele vel in één klap aan jullie te laten zien. Ik leef al een paar maanden heel erg met het ritme van de maan en heb bedacht om dat eens in een klein handzaam boekje allemaal bij elkaar te zetten, zodat ik het op één plek heb. Als je dus een vel hebt, je ziet hoe groot dat van mij is en je gaat er een boek van maken en je hebt hem gevouwen, werkt het soms handig om hem weer even uit elkaar te vouwen, zodat je ieder stukje gewoon heel makkelijk kunt betekenen of beschrijven. En als je hem dan uiteindelijk in elkaar hebt gekregen weer, dan heb je dus een boekje wat er zo uitziet. En lekker stevig is en van één vel papier is gemaakt. Zet hem op.